Hallo, daar was hij weer, de recreant. Ik ben een poosje van de radar geweest in verband met wat verbouwingsperikelen. Dat moet ook doorgaan. Ik ben wel een beetje aan het lopen geweest, maar niet zo gek veel. En nu is het tijd gekomen dat we dat een beetje kunnen opbouwen. Alles in het normale natuurlijk. Deze keer, dit is mijn eerste keer dat ik weer 3 keer loop in een week. Dus al een beetje normaal opbouwen. En deze keer doe ik dat in Dwingelderveld. Mooi natuurgebied, prachtig park. En ik hoop onderweg wat leuke beelden te laten zien. En die ik dan met jullie ga delen natuurlijk. Het is niet zo heel erg warm meer. Het is een beetje drukkend. Het heeft erg hard geregend hier ook. Grote plassen. Maar zoals ik zei, een mooi natuurgebied. Nou, een stukje prachtige natuur. Ik zag hem al weggaan in de bosjes. Dus ik denk even rustig aan. Ik kan even kijken. Maar hij bleef hier wachten. Dus, maar ik heb totaal geen idee waar ik loop. Want ik krijg geen... ik volg wel een koers, maar ik krijg geen melding van dat ik van de koers ben. Of op de koers ben. Dus ik ga me gewoon wat lopen. En op een gegeven moment dan zeggen we... Ga terug naar start. En als het goed is, vind ik mijn auto dan weer terug. Ik heb vast wat verkeerds gedaan met instelling of zo. Het is ook voor mij de eerste keer dat ik het zelf doe. Dus, maar goed. Niettemin, prachtige wereld. Zo over die wilde paden lopen, dat noemen ze trailen.
Een trail volgen, een pad volgen. Nou, ik zou eerst rechtdoor, groot zandpad. Maar uit mijn ooghoek zie ik een heel klein kronkelpaadje. En dat is natuurlijk heel mooi. Al weet je niet waar je loopt, waar je bent. Nou, dat pad, dat sla ik maar in. En dan gaan we zien waar het schip eindigt. Ik heb navigatie mee op mijn telefoon, dus geen zorgen. Ik kom weer thuis. Ik loop hier nu op een ruiterpad. Ook erg leuk. Mooie heuveltjes, mooie leuke klimmetjes. Lekker smal soms. Ja, als je niet weet waar je loopt, moet je toch wat doen. Het is nog een kleine 6 kilometer naar de auto toe. Dus dat hou ik wel een beetje in gedachten. Dat ik niet te ver afdwaal, want dan moet ik nog weer terug. En omdat dit eigenlijk de eerste onverharde trail weer voor mij is na een poos, gaan we het niet te gek doen. We zijn weer onderweg naar de auto. Het was nog bijna 6 kilometer. En ik heb op mijn horloge terug naar de start ingedrukt. Hij heeft een route berekend. En die loop ik nou terug. Dat werkt wel. Ach, een GPX-bestand zou ook werken. Alleen, ik heb het niet goed ingevoerd. Ja, menselijke fout. Maar toch, genieten.